De weg naar Acioni is droog en niet beschadigd, zoals geruchten de ronde doen. Dit bevestigt districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brukopondo in een gesprek met onze redactie. De burgervader merkt op dat de wegstrekking, die gisteren voor enkele uren overstroomd was, weer helemaal toegankelijk is voor verkeer. Het is een wederkerend fenomeen. Zodra de grote regentijd aanbreekt, ja, heb je dat geval weer. Vanaf de asfaltera passa dat is dat omelie zichtbaar. Maar ik denk van wie je als samenstelling voor een passie of een weg dekt. Nu is dat maar nog een schade voor een passie, maar is dat wat er aan een asfalt anomatie. Dus als het bijvoorbeeld dagenlang zou duren, sabi da abekan doan san wel nanga apasi ik krijg zo meteen updates van vandaag. De burgervader zegt dat de filmpjes van de overstroming wel voor veel ophef en paniek hebben gezorgd. Je weet de grote regentijd is in aantocht en zoals u weet beweegt de ITC zet zich boven onze luchtruim. Ja. Of binnen onze dampkring, om het zo te zeggen. Dus dan, Lipa Usabi, we hebben te maken met klimaatverandering, maar we kennen onze getijden ook toch. En binnen midden april, tenanga mei, tanga midenki, juni, dana aling, na so Usab Seranang. De DC geeft aan dat het de afgelopen dagen behoorlijk heeft geregend in zijn bestuursgebied. Volgens hem is de waterstand in het Stuwmeer nog aan de lage kant en zijn tot nu toe geen noemenswaardige meldingen aan hem doorgespeeld.